Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Het leven is behoorlijk duur tegenwoordig. Met de feestdagen in zicht wil je natuurlijk geen onnodige uitgaven doen. Heb je speelgoed, waar de Sint een ander kind mee... Blij zou kunnen maken, gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Daar kijkt men samen met jou of het gerepareerd kan worden. Dat geldt niet alleen voor speelgoed, maar voor van alles: de zomer uit je rok, botte scharen, messen of tuingereedschap, je laptop of je mobiele telefoon die kuren heeft, het achterlicht van je fiets dat het heeft begeven. Het favoriete speelgoed van je kleinzoon of dochter dat uit elkaar ligt. Een leeslamp die knippert enzovoorts. En is er niks kapot? Maar heb je zin in een praatje, bij een kop koffie of thee? Dan ben je ook van harte welkom. Reparaties zijn in principe gratis, maar omdat het Repair Café financieel volledig afhankelijk is van donaties, is een vrijwillige bijdrage van harte welkom. Het Repaircafé is elke 14 dagen in de evenweken op woensdag geopend van 1 tot 4 uur bij Sovak op het Koningsveld 1 in Terheide. Houdt u er wel rekening mee dat na half 4 geen nieuwe reparaties meer worden aangenomen? Wethouder Harry Bakker reikte op donderdag 23 november een check uit van Samen aan de slag. Anita Dudok van Ontbijten in de Koer op woensdagochtend en Ria van Vessem van het Samen Eten in de Koer op donderdag hebben de handen ineengeslagen. Zij organiseren rond de kerstdagen tussen de middag een kerstdiner voor de senioren uit Ter Heide. De Samen aan de slagcheck is een aanmoediging voor dit soort mooie initiatieven die onder andere de sociale betrokkenheid stimuleren. 17 en 18 november was er weer Sensation Waaland in Maden. Een spektakel met als thema Moulin Rouge. Met enthousiaste bezoekers in bijzondere kleding was het weer een groot succes. Vanaf vrijdag 15 december tot en met zondag 7 januari organiseert organisator Koen Grootscholten samen met andere initiatiefnemers ook weer een groot evenement in onze gemeente. Het mais om ijs. Het parkeerterrein van Sportcomplex de Schietberg wordt dan omgetoverd tot een heuse schaatsbaan. Een sfeervol winterparadijs, inclusief een gezellig wintercafé. Naast vrijschaatsen wordt ook schoolschaatsen gefaciliteerd voor de kinderen van basisscholen uit de omgeving. Ook wordt er een heuse curlingcompetitie gehouden en zullen de weekenden ook mede door de feestavonden in het wintercafé in het teken staan van gezelligheid. Voor de agenda, de openingstijden en aanvullende informatie kan men terecht op de website van March on Ice. In negen gebieden is men op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor noodopvang voor asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de gebieden. Waarin twee opvanglocaties voor elk 75 asielzoekers moeten komen. De gebieden voldoen aan de criteria die door inwoners zijn meegegeven tijdens de inwonersavonden. De werkgroep Asiel, bestaande uit inwoners en medewerkers van de gemeente, heeft de lijst van gebieden opgesteld. Aan de hand van deze shortlist en de uitgangspunten van het college heeft men in de dorpen Lage Zwaluwe, Terheide en Maden. Gebieden gevonden die voldoen aan de criteria op deze shortlist. Criteria als veiligheid, mogelijkheden voor dagbesteding en ligging. In de dorpen Drimmelen en Hoge Zwaluwen zijn geen opties gevonden die voldoen aan de criteria van de shortlist. Daarnaast vond de werkgroep dat Wagenberg buiten beschouwing moest blijven vanwege de reeds bestaande huisvesting van een relatief groot aantal vluchtelingen. Uit Oekraïne. Wilt u meer lezen over het hele traject? Kijk dan op het digitale platform van www.wijzindrimmelen.nl. Zaterdagmiddag 2 december bezoekt Sinterklaas Café De Zevende Hemel in Terheide. De Sint heeft goede herinneringen aan zijn vorige bezoeken en spectaculaire aankomsten. De middag is voor kinderen tot en met 10 jaar. Aanmelden en overige informatie voor deze middag kunt u tot en met 29 november in café de zevende hemel krijgen. Elk aangemeld kind krijgt een cadeau, limonade en chips. Er is ook een verrassingsoptreden. Het wordt een middag van veel dansen en zingen. De middag wordt aan elkaar gepraat en gepresenteerd door Nienke. Sinterklaas komt om drie uur aan met veel toeters, bellen en loeiende sirenes. Dus snel opgeven. En je weet het toch, Sinterklaas is gek op tekeningen, kleurplaten en knutselwerkjes. Ben je alleen met Kerst en wil je liever samen zijn, Sil brengt jou met anderen die ook alleen zijn met Kerst in contact. Maak samen plannen voor een heerlijk ontbijt, lunch of diner. Of sluit aan bij een andere kerstbijeenkomst. Samen is immers leuker dan alleen. Stuur een mail naar silapestaartje.swodrimmelen.nl. Heeft u ook een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie.apenstaartje. Omroepdrimmelen.nl Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen en wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Stådan.